Vandaag ga ik met enige fierheid uitleg geven over de lekkere, karaktervolle Bruggekazen. Wat veel mensen niet weten, is dat we de zachtere types van het Bruggekazengamma kunnen combineren met witte wijn. We denken daarbij aan de Brugge Blomme, Brugge Broodje Classic, Brugge Broodje Apero. We kunnen daar een soort van voorgerecht van maken. En dan nemen we droge witte wijn, zoals bijvoorbeeld een Loirewijn. Daarentegen hebben we de alomgekende Brugge Oud, Brugge Goud, mogelijk aangevuld met een stukje Nazareth Classic, die we kunnen presenteren als een hoofdgerecht waarbij we een glaasje rode wijn kunnen drinken, liefst op basis van de Merlot-druif, zoals Saint-Emilion.